Dit jaar viert Nederland 70 jaar bevrijding. De 11 kernen van de gemeente Pelemaas werden in november 1944 bevrijd. Met 4 inwoners uit onze gemeente volgen wij het spoor van de bevrijding van Meil tot Baarlo. Ik was toen 9 jaar en de jonge school lag maar 10 meter van ons vandaan. En die school werd gevorderd door de militairen, want daar kwamen dus soldaten in te slapen. Daarbij Meijer lag in het hart van de Peel-Raamlinie. Zowel langs het kanaal als op de Vossenberg werden stellingen aangelegd. Reeds eerder waren er dus kazematten gebouwd. Die kazematten maakten allemaal deel uit van die Peel-Raamlinie. Die liep vanaf Weert tot Grave. Langgerekt gebied. Nederland kende toen 5 verdedigingslinie. En de Peel-Raam was de tweede verdedigingslinie achter de Maas. Het dagelijks leven ging gewoon door. Met onderduikers, neergeschoten piloten, meegenomen kerkklokken, in brand gezette boerderijen, angst en voorzichtigheid. In Amsterdam nemen 2 ouders het besluit om hun kinderen in veiligheid te brengen via het Joodse verzet. Wim Rozenberg belandt in Baarlo. Mijn vader en moeder hebben me, en dat is ons verteld, onder het viaduct Spoorplein in Amsterdam, hebben ze ons aan de Joodse studenten verzetsorganisatie afgestaan om, ja, zoals ze zeiden van dat is beter voor de kinderen en dan hebben ze beter te eten en als er wat gebeurt. Nou, en daar hebben ze ons aan afgestaan en zo zijn wij verder gegaan. Tot Hilversum zijn we bij elkaar gebleven en na Hilversum is ieder, mijn broer en ik, aan onze eigen zwerftocht begonnen. Ben ik in meerdere gezinnen geweest, waarvan uiteindelijk als laatste bij de familie Berbe Peters. En dan is de oorlog afgelopen als je beseft dat je eigenlijk in een gezin bent. En dan hoor je thuis, want je weet van niks. Jeuzele is in Beringen als de oorlog voor hem begint. Het begin van de oorlog, dat ligt vast in mijn geheugen. En toen was ik dus 4, denk ik, zoiets. En dat bij die eerste Duitsers, die jongens, dat die in Beringen aankwamen in kolonnen. En die stoppen bij Roetje Gielen, bij de garage Roetje Gielen, waar vroeger alleen maar vrachtwagens, nou is het allemaal bussen. Maar die had dus al een tank, een benzintank of dieseltank, had die daar op die plek. En die soldaten komen daar en wij staan aan de draad. Ik weet niet wie bij me was, maar ik was met mijn neus erbij. En die jongens, die militairen, dat kan ik me herinneren dat ik dat al arme jongens vond. Want die waren moe en die hadden een doos op de buik en doos op de rug, alles bij zich. En er zat kug en brood in, zeiden ze altijd. Dus kug en bonen, vroeger, dat was hun eten. En dan kwamen die soldaten en die moesten halt, weet je wel. En toen kwamen er paarden, een paar paarden met die bazen. En toen kwamen er nog een paar auto's. Dat weet ik ook, en die draaien op dat trein. En dan weet ik niet meer of we weg moesten of wat, dat weet ik niet meer. Maar dat is mijn eerste herinnering en dat is heel lang altijd bij me gebleven. In het begin van de oorlog was ik niet hier, zat ik op kostschool in Koningsbosch. En ik kan me alleen herinneren dat ik toen gauw genoeg naar huis ben gebracht, want dat vlak bij de Duitse grens, door tantes en zo. En toen ben ik weer teruggekomen thuis. En toen ben ik hier gewoon verder, was een jaar of 8,
ben ik eerst nog bij een oom en tante in Roermond geweest. En daarna ben ik dus naar Helden teruggekomen. En dan was ik 10, 11 jaar. En heb ik op de lagere school in Blerik gezeten. En daar herinner ik me heel weinig van. Ik weet wel dat in Venlo veel bombardementen waren. En dan hielden die kinderen heel erg niet, moesten ze de kelder in. En ik dacht, wat raar, want wij hadden hier in Helden bijna nog niks gehad. Hè? En toen ben ik gewoon naar huis toe gefietst. Die kelder uit en ik naar huis. Hè? Want ik denk, ik vind het wel goed. En toen daarna is daar een groot bomgat vlakbij het viaduct, bij de veiling. En daar ben ik gaan kijken en daar werd je ook helemaal niet goed van als je dat zag. Die Duitsers waren snel weg, hè? Die gingen al direct op België aan en op en later. Ik weet dat de vliegtuigen overkwamen en toen dachten we, die gaan naar Engeland, hè? Maar die hebben toen Rotterdam gebombardeerd. En Rotterdam die had het volle laag gehad. En al die vliegtuigen die hoor je dan 's nachts overkomen en dan kwamen ze weer terug. Allemaal in Kolonnestraat waren die de bommen kwijt. En dat ging later in de oorlog, ging dat andersom. Toen kwamen de geallieerden en die hebben Keulen, dus ik heb Keulen nog zeg maar zien branden. Dus dat is andersom, maar dat is dus in 45 zoiets. In 44 is mijn vader, ja, die is toen opgepakt. En mijn vader, dat vertelt hij dus, die vertelde niks toen hij terug was, maar die zei toen, die dag dat hij meeging, toen had hij weggekomen. Want hij had de koeien in het veld, die zaten aan een ketting, die kon je verturen, zeiden wij, hè? Verplaatsen. Want had je in de herfst had je rog gemaaid en dan werd er sardel gezaaid en dat was voor het voer voor de koeien, totdat het vroor. Want dan kon je naar voeren, want in de wei was niks meer te vinden. Toen. En toen ging hij die koeien nog verturen, verplaatsen. En toen is hij teruggekomen, is hij mee naar Duitsland gegaan. En toen had ik weg moeten gaan zijn. Toen hij terugkwam. Want er werd verteld dat ze in Maasbree moesten ze sleuven graven of zoiets. En dan komen ze in Maasbree, dan moesten ze naar Blerik. En zo gingen ze dus de trein in Venlo de trein in. En bij de trein, daar is nog een verhaaltje bij, dat sliepen van Beringen, sliepen met eentje van Winkelmolen, die waren al nog een jonge jong, die zijn door het raampje van de trein eruit gekropen. Die zijn nog gevlucht. En sliepen moest de jas uitdoen, die had zo'n lange jas bij zich. En die jas, want anders kon die niet door het raampje. En die jas had mijn vader 8 maanden later nog aan. Toen hij terugkwam naar Duitsland. Dat is echt gebeurd. De hotelhouder Anton Schielte in Helden wordt al in mei opgepakt. In het hotel verbleven onderduikers. Met hulp van de oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren werd het verzet in Helden en omgeving verraden. Anton Schielte werd op 6 september 1944 naar het concentratiekamp Sachsenhausen gebracht. Hij keerde niet terug naar huis. Toen kwam 17 mei en toen is morgens vroeg, heel vroeg, kwamen die op de deur slaan en moesten ze openmaken en nou ja, vooruit. En toen kwam de SS binnen, helemaal in volle ornaat, echte SS'ers. Met de UG-petten en alles op, hè, de laarzen en de revolvers en alles, het was heel akelig. Nou, en wij, mijn zus en ik lagen boven in bed, op de tweede verdieping. En dan gingen ze langs en toen gingen ze even kijken. En toen gingen ze door naar de andere kant, en dus grote zolder. En daar lag mijn broer. En de onderduiker, die onderduiker had ze intussen, omdat die hebben ze die even opgehouden, mijn ouders, denk ik. Dat heb ik dus ook niet meegekregen, want wij moesten boven blijven en we hadden angst genoeg. Ja, dat was een gekletter en een geslagen en gedoe. En ook dat te rammelen aan die deur, dat was heel akelig. Nou, en toen is die onderduiker boven op die vliering geklommen, maar dat bed is nog warm geweest en toen stonden ze daar te kijken en toen heeft die een SS'er hem daarboven afgestampt. Ja. Ze
ze zijn beide opgepakt. Ja. Waar zijn ze naartoe gebracht? Eerst moesten ze in een vrachtwagen stappen, dat heb ik ook nog gezien. We hadden boven zo'n groot rond raam in dingen, en daar heb, bij onze slaapkamer. En daar heb ik staan kijken en wij woonden precies op een kruispunt. En op dat kruispunt stond die vrachtwagen en dan moest mijn vader achterin klimmen. En dan zijn die allemaal ingestort. En die zijn die naar Beringen gebracht. En ik meen dat mijn broer heeft die me later verteld dat hij met de fiets erachteraan gegaan is. En gezien heeft dat ze daar weer overgebracht werden in andere wagens. Ook in andere vrachtwagens, ging allemaal met vrachtwagens, geloof ik. Nou ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb dat dus zelf niet gezien. En toen is hij naar Roermond gebracht. En daar is hij naar Vught gebracht. Maar in Roermond heeft hij 3 weken gezeten. En daar hebben we dus verteld, kunnen vertellen, omdat mijn oom die bewaker had omgekocht, dat hij dus niet, dat is hem dan verteld en dat bericht kreeg ik mee. Dus ik fietste alleen naar Roermond om te vragen hoe het was. En ik wist dat oom en tante daar waren. Die hebben me opgevangen en zei: maar Jozef, ga maar naar huis tegen mama zeggen dat papa nou weet dat jullie thuis zijn. Gewoon in een Hotel Antiek. En niet zijn eruit hoeven te vertrekken. Want papa heeft dan nog gezegd tegen mama, dan ga je maar naar je familie in Echt. Dat was de raad, want hij stond erbij. En toen heeft hij nog alles, dat heb ik allemaal van mama gehoord. En die heeft ze me laten zien, trouwring van hem afgedaan. En alles, ook zijn horloge en alles. Want hij dacht, dan moet ik dat ook nog allemaal afgeven. Ik zat op school, op de Kaldekerkenweg. En dat is vlak bij de grens. En iedere schooier die langs liep, die heb ik bekeken, want ik geloofde niet dat hij dood was. Ook al zijn die mensen gekomen, dan dacht ik, ze kunnen nog meer vertellen. Dat was zo'n chaos. Dus ik heb iedere schooier die ik langs zag komen bekeken. Dat kon mijn vader wel zijn. Daar heb ik heel lang mee gezeten, hoor. Vlak voor de bevrijding moest het gezin Zeelen vluchten voor het oorlogsgeweld. Het gezin werd geëvacueerd naar Helden. En die kanalen, daar hebben ze lang stand gehouden, die Duitsers. Maar toen moesten die terug. Dus in die periode dat ze dus terug moesten, toen moesten we ook evacueren. En dat was de tweede keer. En dat was dus toen mijn vader gedeporteerd was, toen moesten wij evacueren. Toen mijn vader gedeporteerd was. Wij zaten bij oma en toen moesten we, toen die Duitsers terug moesten, toen moesten wij de schuilkelders in. Wij hadden 2 schuilkelders bij oma. Dat waren silo's en daar waren boomstammen op en er was stro op en dan had je een hele hoop zand. En dan had je 1 gat in en daar stond een laddertje en dan kon je in die schuilkelder. En dan waren er 2 langs elkaar en eentje, daar zaten de vrouwen met de kinderen in en de andere zaten de mannen en Ton en ik in. En op een gegeven moment, op het laatste moment, dat die Duitsers terug moesten, toen ging dat heel hard, er waren granaten die vielen rond overal. En dan had je een bietenkoel voor de winter, daar viel een granaat op en die stukken bieten vielen mij op de kop, in de schuilkelder. Omdat ik zat onder die ladder. Ja, dat is echt gebeurd. Dat is niet te geloven. En die vrouwen en kinderen zaten in die andere silo. En dan had ik een zusje, dat jongste zusje van mij, dat zat bij die oude tante. Die oude tante ging niet de silo in. Die bleef in huis en die jongste zus van mij, die bleef daarbij. En die hoorden we in de silo nog kweken. Die kon je niet meenemen in de silo, want die deed niks wat bleren. De gevechten rond Mijl waren heftig. Het dorp werd 2 keer bevrijd. Wij waren heel blij, hè. Ik moet denken, ik zat toen, zaten wij dus, in, dat heb ik straks verteld, in een stoomzuivelfabriek. Daar kwamen de eerste Engelsen. Ik zie ze nog met hun jacks, weet je wel, zonder mouwen. En dan die korte poetjes, weet je. Nou, en toevallig, er zaten een paar onderwijzeressen, die konden goed Engels. Weet je niet, dus die praten daarmee. Er stond een heel hoge pijp, weet niet, van die stoomzuivel. Die zullen wel gedacht hebben, weet je wel, hier zitten mensen die dus Engels kunnen.
En tot daar zijn ze geweest. Maar die Engelsen, die kwamen en die zetten hier hun tankjes neer. Maar s'nachts deden ze er een touw omheen met potjes eraan. Want de Duitse patrouilles kwamen zo dicht, die kwamen gewoon tot aan die tanks. Weet niet, dus, en dan trokken zij zichzelf ooit terug naar Asten. En hoe kwam dat? Dat was zo'n moeilijke hoek. Nog de Amerikanen, nog de Duitsers durfden dat, weet wel, met volledig, zal ik zeggen, met een grote groep soldaten daar te gaan zitten. Want dan waren ze bang dat ze afgesneden werd en dat ze niet geholpen konden worden om eruit te breken. Zodoende is dat zo moeilijk geweest hier. Hè? En dat kwam door die kanalen en die peel, daar zaten ze als het ware in een val. En toen de Duitsers voor de tweede keer terugkwamen, was dat een hele diepe teleurstelling. De mensen waren somber. Ik heb ook meegemaakt toen de kerk dus de lucht in was gegaan en de mensen die daar kwamen kijken. Dat waren allemaal woedende mensen. Die mensen waren allemaal kwaad. Want je moet denken, ook zo'n kerk die was door de mensen zelf in elkaar gebracht. Het was een hele mooie kerk, ze noemden de kathedraal van de Peel, weet je niet. En die was in 1904 was die klaargekomen. Dus die was eigenlijk nog niet eens helemaal af wat het schilder betreft. En goed, dat vonden ze heel erg, hè. Dat vonden de mensen toen heel erg. Hè. En toen hebben ze ook op een paar plaatsen, weet je, die ene Duitser die is gesneuveld. Die kwam van de trap af in het Oranje Hotel. Die kreeg van iemand van de ondergrondse grift, een jodengrift, kreeg die twee kogels in zijn buik, weet je niet. En toen vroegen ze hem of hij geestelijke bijstand wou, weet je niet. En toen heeft hij gezegd, erschiet me maar en breng me naar mijn kameraden aan de bruggen. En daarna is daar ultimatum gekomen, weet je niet. Omdat ze wisten dat er burgers bij waren. En in iets verder in de dorpstraat werden ook Duitsers doodgeschoten. Weet je, het waren allemaal wat zuiver, die bleven achter. Hè? En je moet denken, dat waren er heel vaak ook nog van die SS die dus bij die spring, bij dat sprengcommando was. Hè? En die hebben dus de kerk vol munitie gedragen. En toen hebben ze 's morgens opgeblazen. Het was geweldig. En wij zaten in de kelder. En met meer gezinnen, dus de bakker en nog een schoenmaker die vlakbij ons woonde. En dan zaten we allemaal in de kelder. En we hadden nog een oud-tante, die was gevlucht, die woonde in Amsterdam. Dat is een tante van mijn vader. En wij zeiden de oude tante Marjan. En die is ook bij ons geweest. Die dacht natuurlijk, die treinen werden beschoten en die is gevlucht en die is naar Helden gekomen. Ja, en die hadden we ook nog erin, hè. Nog erbij. En we sliepen allemaal in de kelder, hè. En toen gingen heel voorzichtig gingen ze kijken, ze hoorden heel raar, het was heel raar. Hè? En die Duitsers hebben vlak van tevoren nog, precies binnen op het kruispunt, allemaal dynamiet erin in de grond gestopt. Hè? En die lagen, dat waren gewoon jonge weermachtjongetjes. Dus de rest, de grote bazen waren al weg, want ze wisten dat ze kwamen, dat ze onderweg waren. En die lagen te slapen in de keuken. En die moesten dan wachten. Mama had de klok teruggezet in de keuken, dus ze hadden niet de juiste tijd. Ze hebben zich bij de bakker brood gehaald. Had ze toch wat medelijden, dus ze wat gegeven op het brood. En toen had ze een van die, ze hadden bij een boer een tonnetje, zo'n tonnetje vet gekeuld, zijn pot vet gepikt. Die pikte alles mee, hè. Nou, en dat stond op, hadden ze die ramen opengezet op de hoek en hadden ze daar neergezet. Mama had dat gezien. En die ging even gewoon naar voren en die heeft dat tonnetje gepakt en achter het buffet gezet. Dus later hadden we dat tonnetje vet. En we gingen nu leuren ermee, want ja, je was blij dat je wat had. En wat moest je dan? Dan zegt hij, als je tegen iemand zei, ben je een tonnetje vet kwijt? Dan zei hij, ja, dat zijn wij kwijt. Ja, dat, hè? Dus dat hebben wij gewoon, mama, maar dat was ook heel verstandig, want wat moet je dan nu? Hè? En dat heeft ze dat. En toen die lagen te slapen, en toen er weer kwam een. Toen kwam de overbuurman, die was ook bij ons en die ging naar boven. En hij en ook mijn broer, die was altijd voor hij, die ging toch wel vlug kijken. Hè. En zei, daar is een tank en die kan heen en weer draaien, zo'n ding. En dat is geen Duitser. En toen waren dat de Engelsen.
Ja, en toen wisten we dat we bevrijd waren. De 15e Schotse divisie rukte na Meijel snel op naar Beringen, Helden, Kessel en Baarle. Op een gegeven moment werden het stil in de silo's en buiten. Want op een gegeven moment had je mensen die zich wegmaakten. Dat kon je zien vlug als je in dat gat even naar buiten keek. En toen was het net stil en op een gegeven moment kon je uit de silo en dan zag je dus de eerste Tommies komen. Waar wij nou wonen, mijn ouders waar die woonden, later hebben we een huis gebouwd. En daar kwamen 7 militairen, zwaar bewapend, die liepen gehurkt, weet je wel. Dat waren verkenners van de geallieerden, die kwamen uit de Groezen. En die liepen naar de Huub was dat, bij Beumers. En bij Beumers stonden allemaal korenmeiten. Op de plek. En daar zat onder die korenmeiden zaten die Duitsers. Die hadden zich ondergegraven. En die hebben ze er allemaal uitgehaald. En een dag daarna ben ik met een oom daarheen geweest. Gewoon kijken. En dan zag je alleen. Dan had je hier stond die Duitser. En allemaal zijn spullen die hij had. Die lagen er allemaal nog. Er waren handgranaten. En alle die kuchdozen. Alles wat die man bij zich had. En dat waren gewoon. Die worden gearresteerd aan. Met 5 tanks achter die soldaten. En die komen bij oma, gingen die op een rij staan. Vlak bij huis. Gewoon in, dat was eigenlijk een kippenren. En er was een beetje een verhoging in. En die gingen allemaal met de knon, wezen die naar Venlo. En op een gegeven moment, dan moest er geschoten worden. En die brug in Venlo hebben ze toen kapot moeten schieten. En dat waren van die tanks. En dan moesten, als ze gingen schieten, dan waarschuwen ze ons. Dan moesten die ramen allemaal los, want anders gingen de ruiten eruit. Zo knalde dat. Dat is super daar, altijd bijgebleven. Dat was voor ons, Ton en ik, we vonden het prachtig. We hadden er nergens last van. En ook die Tommies, weet je wel, die kon niks verstaan. Dus dat is fucking, dat is verdomme. Fucking zei je dat, weet je wel. Dat is wel fout, deed je. Fucking. Maar die hadden altijd schapenvlees, hadden chocolade bij zich, wit brood, witte mik, weet je wel. Dat kregen wij allemaal te eten toen. Opluchting en feest overheersten voor de meeste mensen. De hongerwinter, waar een groot deel van Nederland mee te maken kreeg, was ook hier voelbaar. De eerste oogsten gingen verloren. En toen we toen terug waren, toen waren de Duitsers weg. Hè? Dus toen waren ze al over de Maas terug. Dus toen we terugkwamen, maar toen komen we dus in Beringen, in ons huis weer, dat was een ramp daar. Als ik dat zie, als je dus daar kijkt, die voordeur, daar loop je zo in de keuken, een oud huis. En had je recht, de stort, zei je er tegen, maar daar is een put bij, er was geen pomp of zo, dan moest je water halen met een emmer, en die werd op de stort, zeiden wij, de waslokaal, weet je wel, en daar werden dus. Dus had je kasten en zo. En de kelder ging je erin. Niet voor iedereen was de oorlog na 17 november voorbij. Het gezin Schilte kreeg pas in 1947 bericht dat hun vader was omgekomen in Sachsenhausen. En toen hebben we nog even angstig in de kelder gezeten. Maar toen eruit, hè, en toen gaan we die langs en het zwaaien tegen ons natuurlijk. En tegen mama, en toen zei mijn broer, pak hem toch vast, zeg mijn broer. Ja, zo enthousiast was je, hè. Nou, voor de rest, en als kind dacht je, nou is de oorlog voorbij, dan krijg ik een nieuwe fiets, dan krijg ik dat, maar dat kun je op je buik schrijven. Dat was afgelopen, was niks. Ja, zo was het toch. Alles was toch, dat heeft nog een jaar of 5 geduurd voordat die bonnen weg waren. Want we hadden nog meer pech. We hebben toen namelijk een verschrikkelijke, je hebt nou veel extreem weer,
Maar toen ter tijd kwam er ook een hagelbui. En die hagelbui die kwam daags voor Pinksteren. Weet je niet? En die heeft alles hier, het heel graan, heeft die plat gehageld en er zat ook niks meer in. He, er was een schade van meer dan 400.000 gulden. En toen is er in de kranten een actie gehouden, omdat dat de eerste oogst was na de oorlog en dat die toen alweer verhagelde. En toen is Willemien hier naartoe gekomen en die is naar het huis van de kraan, waar die twee jongens vermoedelijk zijn. En toen heeft hij nog gezegd, ook op het gemeentehuis geweest, die mensen hier juichen niet. En toen hebben ze gezegd, ja, die mensen hebben geen reden voor te juichen hier. Die hebben dus, weet ik wel, de koningin te verteld. Het begint eigenlijk met, zoals alle kinderen op school, die krijgen ruzie. Dat komt een keer. En je wordt uitgescholden voor rotte joet. En dan ga je naar huis toe en dan zeg je tegen mam van, wat betekent dat? Waarom zeggen ze tegen mij rotte joet? Nou, en dan krijg je dus een verhaal van dat je uit een Joodse familie komt en dat je bent afgestaan om uit handen van de Duitsers te redden, zodat je niet vermoord wordt. En dan krijg je langzaam, met stukjes en beetjes, krijg je dan te horen wie je bent en wat jouw naam is. En toen werden we dus op school ingeënt, dat ging toen nog massaal, klas voor klas. En dan kreeg je briefjes, er waren briefjes, en dat moest je voor afgeven. En daar stond dan A.W. Rosenberg op. En dat was me goed dat ik al wist dat ik S.M. Rosenberg heette. Dus toen bleek dat dat het briefje van mijn broer was. Dat je een broer hebt. De schuilkelder bleef nog enkele jaren na de oorlog een bekend verschijnsel voor Wim Rosenberg. Ditmaal moest hij zich verbergen voor de Joodse organisatie die Joodse kinderen bij niet-Joodse gezinnen wilde ophalen. Een groot deel van de ouderloze kinderen ging naar Israël. Die Joodse organisaties die wouden alle kinderen terug hebben om te behouden voor hun geloof. Want er waren natuurlijk heel veel Joden vermoord. En die paar die er waren maakten zich sterk om ze bij elkaar te houden en vooral om ze ook naar Israël te brengen, want dat was wel de bedoeling. En daar waren mijn pleegvader en moeder en de pleegouders van mijn broer waren daar zeker niet gelukkig mee en lieten dat ook door de rechtbank goed behandelen en uitspreken. Altijd met in een groep naar school, moesten ook altijd met een groep terugkomen. En anders, dan kwamen ze me ophalen. Je mocht nooit, kon je bij iemand gaan spelen, want dan was je alleen. En dan konden ze je oppakken. En 's woensdags, dan kwamen ze vaak van die organisaties, Joodse organisaties, die kwamen dan weer aan de deur en dan kropen wij de kelder in en dan vroegen ze dan om me te zien of wat ook. Maar papa en mama hadden altijd gezegd van ga nooit als er iemand komt en die wil je meenemen of zeggen dat hij mij naar huis zou brengen. Doe dat niet, want ze nemen je mee en we zien je nooit meer terug. Ja, maar je draagt wel die jaren, zeg maar, van 45 tot 49 draag je wel mee. En dat gaat nooit weg, want het is altijd wel het idee dat ze je wouden meenemen en afpakken. En dat je weer
ja, jouw ouders kwijt zou worden. Je kent elkaar, je ziet elkaar op school. Er is zelfs een tijdje geweest dat we zelfs in de klas hebben gezeten. Maar het duurt heel, heel lang voordat je het gevoel hebt van ik heb een broer en samen ondernemen we wat. En je groeit naar elkaar toe en je gaat weer van elkaar af en weer naar elkaar toe. Maar dat naar elkaar toe groeien gaat iedere keer een klein stukje verder dat je dus naar elkaar toe groeit. En uiteindelijk kom je dan na, misschien wel dat je 40 jaar bent of 50 jaar en dan kom je erachter, ik heb nu een echte broer en daar ga je samen mee op zoektocht en dan ga je samen mee verder als broer. De jonge generatie kan in ieder geval leren dat vrijheid een heel hoog goed is. En dat je dus eigenlijk dat je niet bang hoeft te zijn.